Goedemorgen. We zijn dus nu onderweg met ontbijt. We zijn denk ik net een kwartiertje wakker. We waren like, zodanig moe, we hadden ook geen wekker gezet. Dus om zo wat uit te slapen. Maar het probleem is nu wel dat we een beetje laat zijn voor het ontbijt. En het zijn hier zo van die pushes. En daar zitten er ook kleintjes. Er zitten twee kleintjes, maar die lopen lekker nog een beetje weg. Dat is de grote. En dan zo. We zijn weer aan het wandelen. Vraag me. Wat vraag je af? Nee, ik ben nog moe, maar... Je vraagt je of ik dan de volgende cocktails ga smaken? Nee. Omdat we die korter kunnen gaan naar daar. Want ik denk dat we nu... Dat is een stelling van Pythagoras, hè. We doen nu een hoek van 90 graden naar het restaurant, maar er is ook een weg die zo is. Dan moet die weg dus korter zijn. Je kunt straks een keer terugkeren met de andere weg dan. Het is wel echt al warm, hè. Het is scheet warm. Maar het is ook al bijna 11 uur, dus... Mm-hmm. Ik ben benieuwd naar het ontbijt. Het is lekker. We zijn nu dus nu aan het eten. Het is zo in een bistrotje. Want het ontbijt was eigenlijk al gedaan. We waren een beetje te laat. We hebben ons super lang gaan slapen. Maar kunnen we hier nog wat in. Zwaar, hè? Ja. Ik zie net dat we... tussen 12 en 12:30 naar de poolbar moeten, want er is een cocktail game. Ja, maar ik moet nog lopen. Oké, dan ga ik naar de cocktail game. Alright. Dus we gaan die dan nog opeten en dan gaan we Haar. Zwemmen. Oké, de competitie tussen de camera's is dus weer al bezig. Nu gaan wij een keer naar de fitness gaan kijken, want Lander zou graag gaan fitnessen. We hebben ze net gegeten. Dus dat gaan we nu doen en we gaan precies nog een keer een winkeltje binnen. Dus nu in de fitness, eigenlijk gewoon nog een keer om te kijken. Was namelijk wel nog redelijk veel. Dus ze hebben zo voor upper body, lower, nog lower, smidtrek, loopbandjes. En zo, dan hebben ze ook gewichtjes en natuurlijk een bench voor Lander. Dus hij is daar weer helemaal fan van. We zijn dus nu weer op weg naar ons kamertje. We gaan ons omkleden en dan gaan we zwemmen. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. En ja, moet dan ook nog, jammer genoeg moet ik ook nog lopen vandaag. Omdat ik samen met Mathies een challenge aanga van de marathon om 12 uur. En dan vanmiddag gaan we waarschijnlijk naar Palo Macua. Het is zo waar dat er allemaal glijbaan zijn en uit de vlog. Ah ja, fuck, juist. En uit de vlog van Dubai van vorig jaar hebt gezien, dan weet je dat ik heel graag glijbaan heb. Dus ja. Kijk, dus nu zijn we weer bij ons en ze zijn nog niet gekomen. We zijn dus nu weer omgekleed. We hebben ons zwemkleed aan. Want we gaan naar het zwembad. Ik heb mijn zon te doen, hè. Oké, dat is like echt zo iets typisch, dat wij iedere keer iets vergeten. Dus nu weer wat. Guess who's back? Oké, ik lig hier dus nu alleen aan het zwembad, want Lander is gaan lopen voor zijn marathon. Dus ja, ik ben een beetje aan het bruin, zodat ik ook wat bruiner word, want het is nog geen vet. Het is wel echt warm, dus af en toe ga ik wel lekker in het zwembad. Lander is dus terug. En het eerste wat hij wil, is drinken gaan halen. Maar niet als wat hij wil doen. Ja, ik zit hier dus al heel een tijd alleen. Ik was er net iets gaan drinken, zo bijna... Ja, lonely. Ik voelde mij echt zo'n dut. Maar nu zijn we samen iets gaan drinken. Like een blauw drankje, we weten wel de naam er niet van.
Ook kreeg je zo'n rood shotje er ook bij. Maar het was eigenlijk wel nog goed, maar het was wel echt straf. Dus dat. En we gaan nu een beetje drogen, want we zijn net uit het zwembad. En dan gaan we ons gaan omkleden om te gaan eten, maar we gaan weer al te laat zijn voor het buffet. Dus maar we gaan... Als we nu gaan, niet eten. We zijn er om 2 uur. Ja, als we nu gaan, eigenlijk niet. Maar om 2 uur is wel heel vroeg. Nee, we er te graag. Dus kamer gaan en... Ja, maar dus... Ja, wacht, ik heb mijn camera. Het ding is gewoon, we gaan gaan eten. We gaan ondertussen nu zonder camera even discussiëren. 1 hour later. Oké, we zijn dus net terug van het zwembad. En nu gaan we gaan eten. Het is ondertussen 2:30. Dus we hebben nog een half uurtje om te gaan eten. We kunnen ook al sowieso niet meer het buffet gaan eten. Maar er zijn zo ook nog restaurants waar je kan gaan eten. Dat is zo meer zo met zo de streetfood, zo burgers, pizza... Pasta en zo, dus dat gaan we nu gaan eten. En dan daarna gaan we ons opnieuw gaan omkleden, weer onze zwemkleding aandoen. Want dan gaan we naar Aquaventure, niet Aquaventure, dat is van vorig jaar. Paloma Aqua noem het. Dat is eigenlijk ook gewoon van het hotel een aquapark met glijbanen en zo. En daar kijkt Lander weer heel erg naar uit. Dus dat gaan we nu gaan doen. We zitten hier dus nu in La Quertine, denk ik. Dat is dus een restaurant dat iets langer open is dan het andere restaurant. En dat is eigenlijk vlak aan het water. Ja, vertaal dat de kantine. Ja, de kantine. Maar het is hier wel echt gezellig zitten. We hebben dus zo net gegeten, we hebben alle 2 hamburgers gegeten. Dat was echt lekker heen, met frietjes erbij. En nu zijn we nog een ijsje aan het eten. Van hier zo in een ijskraam. Ah, oké, geen ijsje meer. En ondertussen zijn we ook aan het kijken naar een darttoernooi. Daar een beetje in de verte. Dus we doen dan nu nog gewoon eigenlijk naar Paloma Aqua gaan. Dus hierna gaan we ons gaan omkleden en gaan we naar het aquapark. Yes. Maar dat gaat dan met de GoPro zijn. We zijn dus nu ons aan het omkleden voor naar het waterpark te gaan. Joehoe. En ik heb like, al... Ja, ik stond in een spiegel en ik dacht, oh, ik ben gebruind. Maar ja, het is niet echt gebruind. Het is eerder verbrand. Maar waarschijnlijk, ja, hier zie je dat het een beetje verbrand is. Ik heb me nog wel gesmeerd, maar ja, één keer. En ja, niet zoveel. Dus nu hebben we de GoPro klaargemaakt voor op de glijbaan. Goh, het is nog altijd nat. Lander heeft de douche niet uitgekuist, waardoor alles hier nog nat is. Ik moet niet meer met mijn mee zeggen. Dus we gaan dus overschakelen naar de GoPro. Oké, we zijn dus opnieuw omgekleed. Een stevigere bikini aan dan daarnet, want aangezien we op glijbaan gaan, is dat ook wel nodig. Lander heeft ook... Maar een beetje, met dat voelen. Ja, oké. Okay. Lander heeft was ook... verplicht van een match in de zwembroek aan te doen, ja, inderdaad. Kijk. Kom. Dus hij verplicht van een match in de zwembroek aan te doen. Ja. Phoebe zei ook daarnet dat ze het al een beetje begon te voelen in haar hoofd van de kop. Dat is niet waar. Dat is echt bullshit wat ze nu zit te zeggen. Alles wat niet op camera staat en wat dat ander zegt, moet je dus niet geloven. Want dat is meestal toch geen waar. Dus ja, Lander is alweer actief aan het worden omdat we naar zijn aquapark gaan. Dat is ook geen waar. Maar dus, we zijn onderweg. Ik ben redelijk bang op zo'n leibaan, dus we gaan het zien.
jij dan? De body slide. En straks gaan we dan op die, hè? Jij gaat dat. We zijn ondertussen nog een keer geswitcht. We hebben dus allemaal opnames gemaakt met onze GoPro. Mijn haar is redelijk wild van al die glijbaan te doen, maar ja, is wat. Mijn wimpers hebben like, ook niet echt veel deugd gehad van de glijbaan. Want als ze één dat je zo op je buik moest, mijn hoofd eerst, dus ja, ze hebben al het water gevangen. Dus hier en daar valt er like, wel eentje uit, maar ja, ça va. We gaan nu nog even een uurtje ongeveer aan het zwembad liggen. En nog een cocktailje drinken waarschijnlijk. En ons dan gaan omkleden om te gaan eten. En ja, Lander is weer weg. Je zit aan de receptie, gewoon weet ik niet. Ik mocht ook niet mee, dus we zullen wel nog zien wat er nog afkomt de komende dagen. Oké, wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel tof. Maar natuurlijk... Mooi, dat is de kleine bit. Natuurlijk, in Dubai is dat wel heel anders. Spaar. Maar het was wel tof, maar ik ben gewoon niet zo van die leidbaan en zo. Dus dat was minder. Ja. Ja, ik vond het leuk. Maar weet je, durfde weer al niet van de grootste leidbaan te gaan. Dus ja. Het is een mietje. Het is een mietje. De eerste keer aan mij om te filmen. Ik ben niet eens aan het filmen. Oh, jawel. Is wel aan het filmen. Woehoe, chic. Cool, yo. I like it. Ik ga voor het wereldrecord. Ik ga voor het wereldrecord barrel rolls onder water. Oké. Moet je wel onder water? Ja. Ik denk niet dat dat wereldrecord is. Ik was bang dat ik de bodem ging raken of zo. Oh, ik ben donker. Dus... Wat doe ik? The view though. Oké, we zijn dus nu aan het wandelen richting het restaurant. We hebben net nog... Eindelijk met de GoPro, by the way. Ja, eindelijk met de GoPro. We hebben nu net nog een paar foto's genomen, maar dat nog redelijk klaar was. En het is er ook super mooi voor foto's te nemen, dus ja. Ik ben vrij content. Dus ja, we gaan nu gaan eten. Een keer zien wat ze dit, allee, deze avond eigenlijk, voorzien hebben van lekkers. Ja. En wat een beetje anders is of niet. Dus we zijn benieuwd. Ik ben aan het kijken naar de foto's van vandaag. Ja, van de net. Even keuren. Ik heb mijn werk wel goed gedaan. Right. Dus we zijn aangekomen. Maar we starten altijd met een klein aperitief bordje. Omdat ze nu om te vergaren. En dat bestaat vooral uit kaas. Ja. Maar ze hebben altijd andere soorten kaas, dus dat is wel leuk. Maar dat is de kaas van Hessen en ik weet al dat ze die Vera heet. En die was ook goed, dat was zo mozzarella-achtig. Ja. Is ook een brok? Ja, man. Ik ga er straks wat bordje tonen. Dus, we zijn net achter... Allee, we hebben net ook iets besteld om te drinken. Een lekker effesje. Een pintje, inderdaad. Gisteren hebben we dat ook gedaan, dus we hebben hier zo'n kaasbordje gemaakt als aperitiefje met wat boter en zout en peper.
En ik ging de olijfjes testen en de jalapeno's. Dus ja. Nam nam. Tot straks. Oké, we hebben dus nu zo net al een aperitiefje gehad, maar daar moet je al zien. En nu hebben we ook al ons hoofdgerechtje gedaan en opgegeten. Lander heeft een beetje vis gegeten, drie soorten. En ik heb rijst, pasta en bloemkool en kaassaus. Dus dat was wel lekker. En we zijn nu nog even aan het wachten om achter een dessert te gaan, want ik zit wel redelijk vol. Ik weet niet of de Lander vol zit. Duidelijk. Dus daarom wachten we nog even. En we gaan gewoon een keer gaan kijken. Vinden we niet echt iets, gaan we niet echt meer iets eten. Maar gewoon op de gemak, want we zijn op vakantie. Hey, doe ik jouw dansje. Ik hoop echt dat ze de muziek horen, want anders ziet het nu echt uit like zo ja, een of andere like crazy so, yeah. Mens. We hebben heen. Buikje zit ultra vol. En nu is het gewoon echt een rustig avondje. Wat gisteren hebben we ons misschien een klein beetje overdaan. Want like gisteren zo het idee. Ik weet niet wat ze zien. Wacht, staat hier. Oké, dan niet. Want like gisteren doet het idee van met 2 uur slaap lijkt een hele dag. Na een hele dag. Chillen en doen. Wel nog een keer tof om zo 6 kilometer te gaan in de Side. En daar hebben we een beetje moeten bekopen. Oh shit. Daar hebben we een beetje bekocht vanochtend. Ja. We hebben like, super lang geslapen. Dus ja. Maar ja, kijk. Morgen anders. Ja, maar het biedt ons wel nog een keer doen. Doei doei. Doei. Slaap wel, schatje.